Ik vroeg me af of je deze rare zit. Nu is dit te langzaam, want dan is het gewoon. Hier was ik wel van plan. Maar goed, ik kan er als een of twee, heb je al een betere versie. Maar, nee, blijkt ook. Hij hoeft misschien niet te offeren, dus misschien kan ik de stelling houden. Ik was wel niet van plan. Ja, maar dan kan ik denk ik zo op zo'n persoon spelen. Ik kan misschien. Hé, vriend! Hé, de zilveren tafels. Huub vindt het leuk schaken hoor. Ja, het is hartstikke gezellig hè. Ja? En ken jij zelf ook schaken? Ik wel, dat wil ik. Ja? Mooie dames zeker, of niet? Daarom ben ik wel ook altijd wel even van leren, ja. Frans, jij nog wat te melden? Niets te melden. Niets te melden? Gewoon, het is lekker vrijdag. Vrijdagmiddag de borrel. Ik heb altijd vrijdag. Oké. Nou jongens, hartstikke leuk dat jullie ook op het filmpje staan hoor. Dank u wel meneer. Zak hem mooi op. Wie ben jij? Ik ben Johnny. En wat doe jij hier? Ik ben aan het filmen. Ja, wat ben jij aan het doen hier? Ik kom de... Olé. Okay. De vlaggen, de binnenlaadvlaggen van... En kun jij ook schaken of niet? Ik kan niet schaken. Schaken voor mij schijn ik in de zon. Een beetje zo staan. Ja. Ik word wel eens herkend door een schaker, maar ja? niet als goede schaker. Ben jij een buurtbewoner? Ik word meer ontmaskerd eigenlijk dan dat ik herkend word. Ben jij soms een buurtbewoner? Ja, ik woon dicht in de buurt. En jij komt hier gewoon je biertje halen? Ja, ik kom bij Frans en Huub en zo. Wie staat er achter de bar? Daniel. Oh, gezellig. ga ik snel naar binnen. Doe dat. Proost. Gerald, hoe is het met jou gegaan gisteren? Ja, verloren intussen. Je hebt verloren? Maar die cent was helemaal niet zo slecht hoor. Nee, dat is ongeveer dezelfde sterkte als jij, denk ik. Ja, dat zou ik wel eens kunnen. Op dat moment. Maar je vond het wel leuk, of niet? Ja hoor, natuurlijk. Ben jij nou aan het interviewen? Ik ben jou een klein interviewtje aan het doen. Ja, de eerste partij werd ik gefilmd, slecht uit de hoogte. Oh ja. En de tweede speelde ik een koningsgebiedje en dat ging eigenlijk wel aardig. Maar de gewonnen stelling ging door de klok heen. Hij had alleen nog een koning, dus het werd een... Oh ja, dat heb ik gezien ja. Dat was een partij met vele mooie momenten. Ja, dat waren hele spannende ogen. Ja, dat klopt, ja.
Ja, dat was wel leuk. Allebei hoor, trouwens, die eerste partij was ook wel sensationeel. Volgend jaar doe je weer mee? Nou ja, ik vond het wel leuk. Even opzij, want er komt een auto aan. Goed, Gerald. We gaan het verder volgen. Leuk, maar ik zou het een goed idee vinden als er verschillende klassen waren. Of pools, zodat je wat meer partijen hebt. Ja, we gaan eens nadenken over een andere constructie. Ik, bijvoorbeeld als je nou al die grote jongens meteen een bye geeft naar de tweede ronde en die andere. Ja? De koekenbakkers een pooltje laat spelen van drie of zo. Okay. Van drie of van vier. Dat lijkt me een goede verbetering. Oké. We gaan erover nadenken. Ik vind het altijd erg gezellig. Goed hè, ja. Dat dus, wel. En het is lekker weer nu. We genieten van het zonnetje. Goed, we gaan even verder kijken, jongens. Aju, paraplu.